Okay, goedemiddag allemaal, welkom bij de derde les van spreekvaardigheid. We gaan weer beginnen met gebrekopdrachten. Vorige keer waren we gestopt met de laatste opdracht en Sabah was aan het woord, dus we geven weer het woord aan Sabah. Ja, oké. Okay. Ja. Wil je de vraag voor ons even lezen? Volgend in de cursus staat examen net 2 programma 1. Het examen is volgende week. In middelcursus vraagt wat u gaat doen om extra te oefenen. Kijk naar de bladjes en vertel dan wat u gaat doen. Mm-hmm. Ja. Eerst gaat een krant lezen. Mm-hmm. En daarna ga ik naar de radio luisteren. Mm-hmm. En dan ga ik met andere mensen. Ga ik contact met andere mensen met Nederlands te oefenen. Oké, dus als wij beginnen met de eerste blaadje. Ik ga ik lezen. We kunnen hier ook het werkwoord zullen gebruiken. Dus ik zal kranten lezen, want zal wijst op de toekomst. In de toekomst. Ja, klopt. Wat ga ik doen? Ik ga of ik zal kranten lezen, dat is één. En dan, of daarnaast, kan ook daarnaast, yani jamban ila dhalik, jamban de kranten, ik ga kranten lezen, of ik zal kranten lezen, daarnaast ga ik naar de radio luisteren. De tweede zin was helemaal goed. En de derde kunnen we het, zoals je gezegd hebt, in meerdere manieren vertellen. Ik ga met Nederlandse mensen contact opnemen. Of ik ga praatjes maken met Nederlanders. Of met buren of met vrienden. Dus het kan met verschillende werkwoorden, maar ook met verschillende zinsopbouw. Maar begrijpen jullie de vraag helemaal? Dus, ja, dank u wel. Nederlands, graag gedaan. Dank u wel, Sabah. En volgende week is jouw tentamen. En medecursist, voor degene die niet weet wat medecursist is, medecursist, hoe we, ja, niet, Rfi'ak talib. Rfi'ak bil-madrasa, mo sadiq, misalan, adi. Medecursist, de cursist, hoe talib. Medecursist, die hoe talib, andak bil-saf bikun. Ja, is hada min zumala'ak. Zamil, of talib, bil-saf. وشلون عم يسأل شلون بدنا نتدرب أكثر هو موتيفاي إكسترا أوفنه أو فراخت أنيا هو خاي إكسترا أوفنه إن فولجنس بلاسز دوس في زين كرانت راديو إن مانس وون باوت أوب ستراات هير زين في هيما geschreven دوس ik neem aan dat dit buiten is dat je praatjes met mensen gaat maken zodat u Nederlands verbetert of oefent voor de tentamen. Is het duidelijk? Ja. Top. Dan gaan we naar Hisham. Hisham gaat de tweede vraag voor ons lezen en graag ook een antwoord geven. Oké. U heeft een nieuwe tv gekocht. Als u thuis komt, ziet u dat de gebruik zijn? Gebruiksaanwijzing. Het is gewoon één woord. Als wij een streepje zien, dat het één woord is. Als u thuis komt, ziet u dat de gebruiksaanwijzer niet in de doos zit. U belt met de winkel en legt uit waar er aan de hand is. U luistert eerst naar de verkoper op de city. En start dan de opgave
Opname. Opname van uw eigen stem. Oké, dus je was naar de winkel geweest, je hebt een tv gekocht, maar toen je thuis was, of toen je thuis aangekomen was, heb je geen gebruiksaanwijzing gezien. En wat is de gebruiksaanwijzing? Gebruiken is istamaal, aanwijzing is murshid. فالمرشد الاستعمال مو موجود كان مع الشاشة. Gebruiks aanwijzing هي كلمة حفظوها gebruiks aanwijzing اللي هو الكتالوج أو أي شيء بيجي مع أي جهاز تشتريه مشان يعني المرشد يعلمك شلون بيشتغل. وبيلت من the winkel and legt out what er aan de hand is. What er aan de hand is هي جملة كتير بيستخدموها. يعني شو القصة. What er aan de hand is. ولاوسرت نار ذا فركوبر عم تسمع انت شو الفركوبر شو عم بده يحكي معك بعدين انت بتجاوب هذا هيك السؤال هذا الفركوبر شو بيقول لك اعتبرني انا الفركوبر تمام خوي مدا خوزك منير ik heb bij jullie NTV gekocht maar de gebruiksnaam wijzigen was niet in de doos wat is er dan dan prima Dat is helemaal goed. Maar ik bedoel, ik kan zo beginnen. Je belt naar de winkel. Ik zeg, goedemiddag Mediamarkt met Hussein. Waar kan ik u mee helpen? Dan zeg je tegen mij, van, goedemiddag met Hisham. Ik was bij jullie geweest om een tv te kopen. Maar toen ik thuis aankwam, heb ik geen gebruiksaanwijzing gezien. Waar kan ik hem vinden? Oh. Kunnen jullie hem naar mij sturen? Ja. Dus ik heb een nieuwe tv gekocht, maar er blijkt dat er geen gebruiksaanwijzing in de doos zit. Hey, kaman is jemde helwe. Is een mektuba kaman. Er blijkt, yani tadah, blijken hoe tadah en nomafi, dat er geen gebruiksaanwijzing in de doos zat, of zit. Kunnen jullie hem naar mij sturen of toesturen? Dat is wat ik neem. En ik heb van jullie of ik heb bij jullie een tv gekocht? Ik heb bij jullie een tv gekocht. Bij, oké. Dank u wel. Graag gedaan. Bij jullie of bij jullie winkel. Kan allebei. Okay. Helemaal goed. We gaan dan naar... De volgende vraag, en ik wil graag van Rania de volgende vraag voor ons lezen en antwoord geven. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. U heeft een abonnement op een ochtendblad, de krant voor het vakpas om 10 uur bezorgd. U bent niet tevreden. Tevreden. U praat met de kranten bezorgster en zegt dat u niet tevreden bent. Vertelt haar ook waarom u niet tevreden bent. U luistert eerst naar de kranten bezorgster op de site. City in start, dan de opname van uw eigen stem. Oké, dus eerst voordat we een antwoord gaan geven. U heeft een abonnement op een ochtendblad. Een ochtendblad is de blad die je in de ochtend krijgt. Elke ochtend krijg je een krant, een soort van krant of blad thuis gestuurd. Ja. De man is niet tevreden. Hoe geen radi. Tevreden hoe nog geen radi. Geen radi, dat is geen radi. De krant wordt vaak, yani, galiban, pas om 10 uur bezorgd. Yani, galiban, pas om, yani, alessa ashra lay wastulu ya halal ochtendblad. Hoe geen radi, abidetlal klanten bezorgster. Klanten bezorgster, hij untha. En een lokale klantenbezorger kan wekker. Dus klantenbezorgster of verpleegkundigster,
تكون هاي أنثى. هي عم بيقولوا إنه ما شو بتقول لك هي مثل ما حكينا قبل شوي إنه خوي مداخ مد أختن بلاد أو خوي مداخ ده أختن بلاد مد هوسين أو مد إمبرانيا أو مد إيمان أندرس مد دنام فاند سبريكن إن دان خايف هي إن أندرس وقت هي زفت رانيا. يا خوي مداخ إيك بن رانيا إيك من نيت تفريدن want altijd de krant bezorg gister om te laat voor bezorg. Goed zo of nee? Ik ga je wel een beetje corrigeren. Dus goedemiddag met Rania. Dat was de eerste deel. Helemaal goed. Yeah. Dan begin ik met, niet met ik ben niet tevreden. Je moet eerst zeggen van ik heb een abonnement op een ochtendblad bij jullie besteld. Dus eerst vertel ik van ik heb een abonnement bij jullie. Yeah, maar, okay. Hier komt de maar ik ben helaas niet tevreden, want de krant wordt vaak pas om 10 uur bezorgd. Dus gewoon wat in de tekst staat. Ik ben niet tevreden, want de krant wordt pas om 10 uur bezorgd. En dat vind ik niet fijn. Of dit vind ik vervelend. Of dit vind ik te laat. Kan allebei. Kan alle mogelijkheden. Dus. Mag vroeg een krant stuur van mij? Sturen naar mij. Mag u de krant eerder of vroeg naar mij sturen? Ja. Dan kunnen wij een vraag stellen. We beginnen met werkwoord. Mag u de krant eerder of vroeg naar mij sturen? Of mag u de krant eerder of vroeg bij mij bezorgen? Bezorgen ligt wat op zich, kan man bezorgen. Dus, om samen te vatten. In het begin ik met begroeten. Dus, goedemiddag met Rania. Dat is het begin. Dan ga ik vertellen, ik heb een abonnement bij jullie ochtendblad. Ik bel omdat ik niet tevreden ben met de service. Of met de aflever van de band. De krant wordt al, de blad wordt vaak pas om 10 uur bezorgd. En dat vind ik niet fijn. Dat vind ik vervelend. Oh, dat vind ik te laat om 10 uur. Meestal, de Nederlanders, als ze een abonnement nemen bij een ochtendblad, willen ze dat de ochtendblad echt om 7 uur, misschien nog half 8, tussen 7 en 8 bezorgd wordt. Zodat ze met de ontbijt de blad of de krant kunnen lezen. Want de Nederlanders gaan vroeg op en dan gaan ze ontbijten en krant lezen. Om 10 uur, dan is het te laat. Duidelijk? Ja, oké. Dank je wel. Graag gedaan. Volgende vraag. We gaan naar Wiam. Goedemiddag weer aan. Hoe heeft jullie nieuwe televisie gekocht? En hoe wil deze aansluiten? Hoe doen we dit aan om u te helpen? U moet hem vertellen wat hij moet doen. Kijk naar dat laatste. Oké. We hebben een nieuwe tv gekocht. En ik wil het aansluiten. Aansluiten betekent een aan de schakel. En ook bij de tab de televisie aansluiten. Of met een abonnement aangesloten. Ja, nee, amelt een abonnement. Oké. Ibn arad al-musaada ala abu. Uw zoon biedt aan om u te helpen.
يعني بيدن هو عرض، فهو عرض مساعده وعم بيساعد ابو. شو عم بيصير هلا عمي بالصور؟ غضزيه. What exy? Yeah, on the plashes. Yeah, exy the son van the father met the father draag de dos. And in Je moet hier de vader zijn van de zoon. Dus spreek alsof jij de vader zijn van de zoon. Ah, ik moet praten met de zoon. Met de zoon, ja. Ja. Kan jij mij helpen om de dos op de tafel te leggen? Ja, zeker. We kunnen de tv op deze tafel leggen. En daarna we gaan proberen om de tv aan te zetten. Is het goed of niet? Ja, dus daarna moet je de tv aanzetten. Ja. Klaar. In plaats van aanzetten, als we het moeilijker willen maken of als we... Ja, we moeten de batterijen op de... Ik weet het niet, hoe heet hij? Remote control, afstandsbediening. Afstandsbediening leggen. Oké. Dus, eerst moet je de televisie met mij dragen naar de woonkamer. Dus ze hebben de tv samen gebracht naar de woonkamer. Eerst moet je de tv met mij dragen. Dragen naar met mij de televisie. Ja, ja. Daarna moet je de tv aanzetten. Tajrid. غير هالكلمة نحن aanzetten. كلمة أصعب شوي. أو ممكن يعني كلمات إذا نكون دقيقين برسيس. عم نشوف نحن سهم. We zien een pijl richting de... Op stand contact. Ja, aan stop contact door de sticker. Laat de sticker, de fiche, is mijn sticker. Sticker, ja. In het stop contact zitten. Dan had toch wel stop contact. Aan het eind moet je twee batterijen in de afstandsbediening zitten, zodat hij gaat werken. We gaan twee batterijen in de afstandsbediening zitten, zodat het gaat werken. Oké. Okay. Ja? Ja, dankjewel. Graag gedaan. Is het duidelijk voor iedereen? Oké. We gaan verder. Soumaya, wil je de vraag even voor ons lezen? Uw tv werkt niet goed. U heeft de klantservice al een paar keer gebeld. Ja. Maar de situatie verbetert niet. U belt voor de derde keer om het probleem daar te geven? Door te geven. Luister naar de medewerker op de site. En start dan de opname van uw eigen stem. Dus de opname, die wordt als Jill. Luister naar de medewerker op de site en start dan de opname van uw eigen stem. Dus uw tv werkt niet. Uw tv is kapot. Of uw tv is stuk. Bel de klantenservice van de merk van de tv. En je wil gewoon de situatie even doorgeven. Oké. Okay. Goedemiddag. Mediamaat, met hoe zijn? Waar kan ik u mee helpen? Ja, ik heb heel veel keren jullie
telefoneren, maar niemand antwoordt. Ik heb een probleem en ik wil het probleem oplossen. Mijn tb niet gewerkt. Ik wacht op jullie antwoord. Mm-hmm. Ik hoop dat jullie snel antwoord of positieve antwoorden geven. Okay. Mijn tb niet gewerkt is geen goede Nederlandse zin. Wat moeten we zeggen? In het begin, zoals ik net tegen Rani heb gezegd, we beginnen altijd met goedemiddag met Sumaya. Ah, ik heb een... Begroeten en zeggen wie je bent. We hebben nog een goedemiddag. Dus laat het af, dan beginnen wij met een nieuwe link. Oké, goedemiddag met Sumaya. Ik ben in een klant bij jullie bedrijf en ik heb een tv gekocht, maar deze tv werkt niet. Werkt niet? Werkt niet en ik heb heel veel keren jullie telefoneren, maar niemand antwoord. Wacht. Ja, niemand heeft beantwoord. Ja, ik wacht op jullie oplossen. Op jullie oplossing, maar we kunnen niet telefonisch zeggen ik wacht op jullie oplossing. Ik wacht op jullie help. Ja, hoe kunnen we dat doen? Bijvoorbeeld, goedemiddag met Sumaya. Mijn tv werkt niet goed. Ik heb jullie 3 keer gebeld. Dus ik heb jullie 3 keer gebeld. Dat is de structuur van de zin. Maar de situatie verbetert niet. Of het werkt niet. Kunnen jullie misschien iemand sturen om ernaar te kijken? Dus we gaan eerst degene begroeten. Goedemiddag. En dan zeg ik wie ik ben. Mezelf voorstellen. Goedemiddag met Hussein. Mijn tv, dus dan begin ik met het probleem, mijn tv werkt niet goed. Ik heb jullie 3 keer gebeld, maar niemand heeft opgenomen. Dus niemand heeft opgenomen. Hij daarom bestaat het moe. Je mag dat rad opgenomen, die hoe het komt, het zeer te gier. Een opname, want je moet even naar hem bezoeken. Opname, het zeer maar het is gier. Dus nog zo, niemand heeft opgenomen. Oh, ik had geen tijd om op te nemen. Yani, en ik kan عندي وقت انه رد عليك op te nemen. حكينا هلا شو المشكله. هلا بدي احكي انا بدي اسالهم السؤال. انا حكيت مشكلتي بدي اقول لهم انا شو السؤال. السؤال كن يولي مسخين iemand sturen om ernaar te kijken naar te kijken يعني تطلعوا على التلفزيون وكايكن نار بتصير هي فكن يولي iemand sturen om ernaar te kijken. Hada ana su'al tabaa. Ma fini illa ana kunu yuli het oplossen. Mumkin hiya mo ghalat jumla abadan mo ghalat, bas al asah anno ana ahki lon fikun antu tub'atu hada yashuf televizion aw shu lazem yani wat kan ik nu doen, want ik heb jullie 3 keer gebeld en de situatie of de tv werkt nog steeds. En hada al aan ba'd ma ittasalt mara de tv werkt nog steeds niet. Wat moet ik doen? هذا إذا بدك تقولي خلص بطريقة كتير بسيطة. What can I do? Of kunnen jullie iemand sturen om de tv te helpen? Of moet ik de tv naar jullie brengen? هذا أي سؤال من الأسئلة صح وفيك تحكي يعني تسألي. Dankjewel Sumaya. We gaan verder met de volgende vraag. Ik wil graag van Rada de volgende vraag voor ons even lezen. En dan antwoord geven. Ja, dan. Ik? Ja. Ik begin nu. Sorry. Ik kan ik lezen, maar ik... misschien ik heb antwoord niet goed. Geen probleem. Graag gewoon de vraag lezen en we helpen jou met antwoord geven. Ja, oké. Okay. Ja. Of het werkt niet goed. Of nou, heeft... Dat is de volgende vraag. Die vraag hebben wij beantwoord. We gaan naar oefening 24. Hier. Oké. Of een nieuw partner werkt niet goed. Er komt allemaal vlekken op het
papier. U gaat terug naar de winkel. De medewerker wil u een nieuw exemplaar geven. U doet een ander voorstel. Kijk eerst naar de foto's. Oké, stop maar. Een nieuwe, niet partner, maar een nieuwe printer. Printer. Ja. Werkt niet goed. Er komen allemaal vlekken. Hier, boeka. Op het papier. Er komen vlekken op het papier. Ja, hier, boeka. Het is tabaal, het is tabaal, maar boeka. U gaat terug naar de winkel. De medewerker wil u een nieuwe exemplaar geven. Ik misschien is dit, of al is dit, of printer is dit. U doet een andere voorstel. Ante beddak, ante beddak uli, shi tani. Shu beddak uli ante hoon, yani shufti, shufi, makhtut x aan de tabaa, mowjud fi masari. Shu beddak tachtarhi ante? يعني انت ما بدك الطابعه هلا احنا شايفين هون انه هي ما بده هو ما بده الطابعه وبده مصاري شو فينا نقول هيك بالهولندي نحن كان يا تروخ تروخ خلت اوف كان كان تروخ خلت ماين خلت اوكي تروخ تخلت هيت از ويل غوده وورده مار ذا زين از نيت غود وات كونن فيز ik wil dus ik begin met ik en dan het werkwoord ik wil mijn geld terug geld ik wil geld terugkrijgen oké. Ja, dus ik wil graag geen nieuwe exemplaar, ik wil mijn geld terugkrijgen. Examen. Is het aanvullen? Van te overtuigen om te keren. Door de coronacrisis worden er waarschijnlijk veel meer mensen afhankelijk van de voedselbank. Oké, de volgende vraag is voor Khadija. En dat is de laatste vraag voordat we gaan pauzeren. Ja? Ik heb les. Sorry, wil ik opdracht 3? Want ik ben niet gekomen. Ja. Opdracht 3, ja, Khadija. Oké. Je volgt een opleiding die je ziet in het computerlokaal. En met de student weet niet hoe hij moet inloggen. U legt hem uit wat hij moet doen. Kijk eerst naar de plaatje. Oké. Iedereen begrijpt de vraag? Sorry, Khadija, voor het onderzoek. Oké. Iedereen begrijpt de vraag, dus computerlokaal, lokaal waar er computers in liggen. Een medestudent, Zamil, zoals medecursist, we hadden net de medecursist, hier hebben wij medestudent, ook een Zamil of Talib Bassa. Weet niet hoe hij moet inloggen, Tajil de Goel. Ga toch gang, Khadija. Wat ga je uitleggen? Eerst moet je op de groene knop drukken om de computer aan te doen. Daarna moet je jouw gebruikersnaam typen. En dan je wachtwoord. En dan moet je op oké drukken. Oké, helemaal goed. Dus eerst moet je de computer aanzetten. Aanzetten of opstarten. Opstarten, ja. Ja, hoe kunnen wij aandoen gebruiken? Hij heeft mij pijn gedaan. Of pijn aangedaan. Ja, aangedaan is kapot bijvoorbeeld. Ja. Maar je moet eerst de computer aanzetten of opstarten. Je moet het werkwoord heel goed begrijpen en ook leren schrijven. Aanzetten, tajghil, opstarten is ook tajghil. Dan moet je de website van uw opleiding openen. De website openen,
gebruiksnaam intypen, wachtwoord intypen en dan een oké drukken. We hebben iets van 30 seconden. Ik ga de huidige live stoppen. Dan stuur ik jullie een nieuwe link voor de laatste twee slides. Ga meteen op de nieuwe link drukken, oké? Oké. Doe jullie zo.